Enkele tientallen mensen hebben vandaag na een oproep van de politieke partij Stree geprotesteerd bij de Nationale Assemblée. Er is geprotesteerd tegen de behandeling van de initiatiefwet die is ingediend door NDP-fractieleider Amzat Abdul. Abdul wil dat de strafbepaling geschrapt wordt uit de wet op de staatsschuld. Ook moet het leningenplafond worden opgeheven. De behandeling van de initiatiefwet stond vandaag op de agenda van de huishoudelijke vergadering van de Nationale Assemblée. Stree-voorzitter Maisha Neus was teleurgesteld over de matige opkomst bij de protestactie. We zijn het er niet mee eens en daarom zijn we hier vandaag. Dus we zullen inderdaad ten strijde gaan en ervoor hopelijk gezamenlijk met de burgerij voor zorgen dat deze wet niet aangenomen wordt. Want als jij en ik naar de bank gaan voor een lening en we krijgen een hypotheek, dan krijgen we het en dan moeten we het binnen 20 jaar aflossen. Maar als we het niet aflossen, legt de bank beslag op je. Dus waarom denken we dat het verstandig is om ongecontroleerd door te gaan? Zijn we de tijd van Weidenbos vergeten toen we een pakje kaarten hadden voor een broodje? Is dat waar we weer naartoe willen gaan? Welke stappen zou de Stree nog ondernemen? Zoals ik net aangaf, er zijn verschillende politieke partijen bezig geweest. Ze willen komen tot een gezamenlijk punt. En ze komen deze week met een gezamenlijke statement naar buiten over hoe ze actie daarin willen ondernemen. En wij zullen dat ook sowieso ondersteunen. Dus we wachten dat even af. Oké. Zijn er ook partijen die in de oppositie zitten bij dat geheel? Want u zegt u bent bezig met politieke partijen? We hebben in principe alle politieken benaderd. We hebben ook een oproep geplaatst op social media en een schrijven gericht. Ze waren er geen voorstander van, maar ze moesten nog in beraad gaan. Dus het is afwachten eigenlijk. Verschillende personen uiten hun misnoegen over de lakse houding van de regering met betrekking tot de wet. De angst onder de protesteerders is groot. Ze vrezen dat Suriname weer een inflatieperiode staat te wachten. De ex-minister van Defensie, Ivan Fernald, kwam ook aan het woord. De leden die namens het volk daar zitten, volksvertegenwoordigers, die het volksbelang voorop moeten stellen. En alle handelingen, alle wetten moeten toetsen aan het belang van het volk. Dat zijn geen vertegenwoordigers van de regering. Deze wet en alle andere wetten moeten getoetst worden aan het belang van het volk. En de tragiek is dat het orgaan dat ons moet beschermen, dat ons moet vertegenwoordigen, nu langzaamaan lijkt te worden als een verlengstuk van de regering die een wanbeleid voert. Zodanig dat met al die leningen aan wie opaaien, maar ook onze kinderen aan de bakawang. Ex-minister van Defensie, Ivan Fernald, was dat vandaag bij de Nationale Assemblée. De politieke partij Stree had een oproep gedaan om te protesteren tegen de initiatiefwet die ingediend is door NDP-parlementariër Amzat Abdul. Hierin vraagt de parlementariër dat de strafbepaling uit de wet op de staatsschuld wordt geschrapt. Ook moet het leningenplafond worden opgeheven.